Zie Rosanna Kluivert on a mission. Dit is de familie Kluivert en ze zijn dol op honden. En dat komt voornamelijk door Rosanna Kluivert. Zij redt al jaren zwerfhonden over de hele wereld. Ze kunnen niet voor zichzelf opkomen. Zij hebben ons mensen nodig. De familie komt graag op hun geliefde eiland Curaçao, waar het zwerfhondenprobleem enorm groot is. Je ziet moederhonden die proberen ergens voedsel te halen. Overal in bosjes liggen puppies. Het is te veel, het is te heftig, het is te groot. Rosanna heeft het tot haar missie gemaakt om dat op te lossen. Door het bouwen van het Kluivert Dog Rescue Center. Dit is de familie Kluivert. Nino en Demi zijn kinderen uit hun vorige huwelijk van Rosanna. En hetzelfde geldt voor Patrick's zonen, Justin, Quincy en Ruben. En dan heb je nog Shane van Rosanna en Patrick samen. Toen mijn moeder mijn stiefvader ontmoette, toen kregen we natuurlijk opeens een supergroot gezin. Maar ik vond het al snel heel erg gezellig. En we zijn nu gewoon één familie met z'n allen. Mijn band met Ros is heel sterk. Ja, wel iemand waardoor ik door het vuur zou gaan. Ja, in het begin was het natuurlijk een beetje lastig. Vooral met Nino. Die dacht van, hé, wie is dat? Die komt voor zo het gezin binnendringen. Ik dacht, ja, hallo, leuk. Maar ik lag bij mijn moeder in bed. En mijn zus lag bij mijn moeder in bed. We sliepen met z'n allen samen, altijd gezellig. En toen kwam ineens Pat en toen mocht dat niet meer. Nou, daar was ik echt heel boos over. Maar Pat heeft wel echt mij gemaakt, denk ik, tot wat ik nu ben. En me altijd gesteund en nog steeds. Ik vind het leuk, maar ook een beetje moi om de kleinste te zijn van een familie. Omdat soms denken mijn broers dat ze zeg maar de beste zijn en dat ze heel stoer zijn. Maar soms denk ik dat ik heel stoer ben. Momenteel wonen Rosanna en Patrick samen met hun jongste zoon Shane grotendeels in Barcelona. Omdat Shane daar voetbalt. Juist. Oh, twee. Hoeveel was het? Goedemorgen, opa. Nino woont in Amsterdam, maar is regelmatig in Barcelona te vinden. En dan heb je ook nog opa George, die onderdeel is van dit kleurrijke gezin. Jij moet over hem strijken. Moet ik het strijken? Mijn vader heeft Parkinson, dus hij heeft hulp nodig. Hij kan eigenlijk niet meer alleen zijn. Heb je goed geslapen? Ja. Ja? Let's on nek. Je nek? Nek. Maar mijn vader is er altijd voor mij geweest. Dus ik ben er uiteraard voor mijn vader. En hij woont ook gewoon bij mij. Waar is Shane? Komt eraan. Nou, het is ontzettend fijn om een groot gezin te hebben. Iedereen kan eigenlijk heel goed met elkaar opschieten. En ja, ik vind dat wel leuk. Er gebeurt altijd wel wat. Morgen, Shane, wat wil jij hebben? Dat is een ei. Naast voetballen is het andere talent van Patrick koken. Ik ben de kok van het gezin, dat durf ik uit volle borst te zeggen. Ik doe het met heel veel plezier. En ik krijg goede feedback dat ik aardig kan koken. Patrick is alles voor mij. Als ik ziek ben, hij verzorgt me. We zijn maatjes, we zijn vrienden. We hoeven elkaar maar één keer aan te kijken. Patrick is alles, alles in één. Ik snijd fruit voor ogen. Snij jij fruit? Ja. Ik was het. Het gezin gaat regelmatig op vakantie naar Curaçao. Het eiland betekent veel voor de familie Kluivert. We komen al jaren op Curaçao. Het is echt ons eiland. Familie woont hier. Het is zon, strand, gezelligheid, gemoedelijkheid. En we hebben heel veel vrienden die hier ook wonen. Maar voor Rosanna is vakantie op Curaçao niet alleen maar achteroverleunen. Het zwerfhondenprobleem op het eiland gaat haar enorm aan het hart. Nou, er is één moment dat ik me kan herinneren dat we op vakantie waren. En we hadden ook afgesproken, we gaan met z'n twee op vakantie. Even geen honden. Maar dan ziet ze weer een hond op straat. En dan klikt ze gewoon weer helemaal over. En dan gaan we gewoon volledig gefocust op die hond. Het is kokend heet. Het is 35 graden. Die puppy heeft van mij zijn dorst. Dat geef hem hier. Ik denk als ik ook niet ga, want ze willen me toch niet iets aandoen. Dan denk ik af en toe van, schat, nu even niet. Maar uiteindelijk gebeurt het toch weer wel. Oh, kijk wat een dorst die heeft, die kleine. Kleine heeft alles al op. Hallo, kind. Hé, lekker, hè? Oh, hi, schat. Hi, pop.
De hond staat op, voor mij, ja, dat is echt mijn grote passie. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen ik in Rotterdam in het centrum woonde... en was ik al 4 jaar en liep ik al met een kinderwagen op straat. En dan belde ik weer bij mama aan en dan zei ik, mam, kijk even. En dan had ik weer een rat ergens uit een riool. En die had ik helemaal opgelapt met een pleister en die half dood erin lag. Want ik ging hem wel verzorgen. Ratten, duiven, hele dagen vliegjes redden, nooit op mieren willen trappen. Ik ben gewoon altijd een dierenliefhebber geweest. Je wel lekker bij ons hier hangen. Mam, ik heb de webjes van het centrum. Wil je die zo zien? Ja, gaaf. Om het zwerfhondenprobleem op Curaçao aan te pakken is Rosanna's grootste droom het realiseren van het Kluiver Dog Rescue Center. Zoon Nino speelt daarin een speciale rol. We moeten dus een logo gaan kiezen. Deze vond ik leuk. Door de jaren heen en nu met Shane op social media ben ik er een beetje ingeslopen als een soort manager. Wat ik echt super leuk vind. Deze dan hetzelfde. Ik ben er heel erg van om het in de familie te houden. En dat voelt gewoon heel goed. En het scheelt trouwens ook heel veel geld. Ja, opa. Opa is gek. Nee, even serieus. Even kijken, wat heb je? Nou ja, ik weet niet wat je mooi vindt. Dat vind ik heel leuk. Maar ja, dat vind ik niet echt leuk voor, zeg maar, op de gevel. Pet, Kluivert. Het is toch Kluif. Het is, ja, het kan ook een beetje... Ik vind dit het mooiste logo. Dat vond ik namelijk ook wel mooier. Dus ik heb hem wel nu zo, zeg maar, ingestoken. Oh, dat vind ik wel heel mooi. Geen dode honden, hoor, in het beginscherm. Mensen worden heel naar ervan. Nee, maar ik vind wel dat je wat moet laten zien, maar geen dode. Ja, maar nee, je moet niet de heftige foto's als eerst zetten. Nee, dat snap ik, maar... Je moet eerst zeggen waarom je dat doet en dan geef je een paar voorbeelden. Ja, je hebt gelijk. Mijn missie is het straathondenprobleem op te lossen. En ik wil met de Kluiver Dog Rescue Center, wil ik ze gewoon gaan helpen. Als we met z'n allen gaan steriliseren en dan ook opvangen deels, heb ik mijn missie gewoon voltooid. Maar ik kan het niet alleen. Samen zijn we sterk. Dus ik heb echt iedereen nodig om mij te helpen. Kunnen mensen ook doneren? Ja, dat kan dus hier. Help ons. Want kijk, dit zijn natuurlijk relatief kleine bedragen, want we hebben natuurlijk heel veel geld nodig. Nou ja, 20 euro is heel veel voor iemand. Ik vind het wel fijn dat we op 3,50 euro kunnen beginnen. Als een kindje het uit zijn spaarpot haalt, ja, of iemand, dan moet er laag beginnen. Ik bedoel, elke beetje helpen. Mijn moeders droom is echt om over 20 jaar Curaçao, als we daar op vakantie gaan en we liggen op het strand, dat er geen honden meer in de bosjes liggen, geen puppies meer langs de weg worden gedumpt, geen honden in de zee worden gegooid. Dat als er een hond langs de weg ligt, dat hij gewoon netjes wordt opgehaald, geholpen wordt. Als je het zo ziet, is het toch heel heftig, hè? Ja. Dat het probleem gewoon stopt. Maar wanneer gaan we live? Dat is nu wel heel erg belangrijk. Nou, ik denk gewoon zo snel mogelijk. Dus ik denk dat we binnen een paar dagen live kunnen. Want dan kunnen die donaties beginnen en dan kunnen we gewoon gaan... ja, toch? Ja. Shaintje, mogen we foto's van jou gebruiken? Ja, hè? Kijk, moet ik daar toestemming voor vragen? En we zeggen, ja, eigenlijk wel, hè? Nee. Shane draagt op zijn manier ook een steentje bij aan zijn moeders droom. Zijn kookkanaal op YouTube is zo populair dat hij onlangs zijn eigen kookboek heeft uitgebracht. Bij elk boek dat ik verkoop gaat 1 euro naar de Dog Rescue Center. Ik hou heel veel van honden en ik vind het heel zielig als ze dood daar liggen. Ik vind het belangrijk dat Rosanna haar ideale Kluiver Dog Rescue Center kan verwezenlijken. Dat moet een begrip worden op Curaçao en daar gaan we alles aan doen. Wil je Rosanna Kluivert helpen tijdens haar missie? Ga dan naar tlc.nl. Shane heeft vakantie en Patrick heeft ook een paar dagen vrij. Lekker een dagje erop uit met het gezin, besluit Rosanna. De meeste mensen denken aan een dagje strand, maar Rosanna gaat liever naar een asiel. Oh, volgens mij loopt er een puppy. Hola! Kun jij die achterbak even pakken? Hi! Op mijn vrije dag, of het op vakantie is of thuis, dan verzint ik altijd een heerlijk uitje dat de ziel. Dan heb ik weer op Facebook gezien dat daar een noodorganisatie is, waar iets in de fik is gevlogen en waar we moeten gaan schilderen. Dat zijn wel situaties die mijn familie vaak meemaken met mij. Nou, hier heb je je kussens, schat. Kun je lekker op slapen vanavond? Als wij ergens heen gaan, dan kan ze niet met lege handen aankomen. Dat zit gewoon niet in haar systeem. Pet, ja? Kan je die zak pakken daar? Oh, ja. Hi, schatjes! Hey. We komen. Nee, dat zeg ik nou. Pet.
Kom maar. Nee, je kan toch niet zomaar een deur open doen, Pet? Kom maar, schietje. Nee, Pet, je kan niet zomaar een deur open doen. En nu is er eentje weg. Nee, hij is hier. Nou, kom op, ga pakken. Leg neer. Hola! Die scheep. Ja? Dat is echt niet zo vet. Pet, ga die andere pakken. Kijk dan. Hij denkt me spelen. Oh, hey. Oh. Moeder is kapauw. Tranquila, hé toe. Je zegt dat. Als ik dat asiel binnenloop, dan ben ik eigenlijk toch wel heel blij. Want daar worden ze wel goed verzorgd. Hé, hey, hallo! Ken je mij nog? Ja! Ja, die ken ik nog. Die waren hier vorige keer. Ik was hier 2 maanden geleden. Er zijn er zelfs een paar die al iets van 6 jaar hier zitten die nooit genomen zijn. En daarom vind ik het soms raar dat mensen op marktplaats honden gaan kopen. Dat vind ik dan raar. Het is zonde om vraag te creëren dat 2 honden snel weer puppies voor iemand moeten maken. Terwijl daar zoveel dieren zitten te wachten op een nieuw leven. Oh, ja. Die andere. Die hoort hem. Welke zit hier het allerlangst? Abril? Die presta muy sucio. Die moet hier echt weg, want die is ontzettend bang. Maar je kunt het vragen, maar... Doe even een filmpje. Nee, die nemen we er niet mee. Nu? Nou ja, even kijken hoor. Ja. Rosanna maakt een filmpje van de hond om het daarna te delen op social media... in de hoop dat een passend baasje zich zal melden. Moeten we jou niet even helpen? Loris, kom op. Hé, Loris, mami. Niet zo triest kijken. Ben Loris, maar kijk, daar zouden we toch een baasje voor kunnen krijgen? Dat is toch zonde, 9 jaar epilepsie, dat zit hier maar. Daarom is steriliseren... Dit is nog hemel, want ik bedoel, in Curaçao leven ze gewoon op straat. Nou, als je nu op Curaçao komt, dan zie je naast de mooie reclames die je hebt gekregen... van mooie witte stranden en Caribbean gevoel, palmboom, de lekkere drankjes, gezelligheid... dan zie je heel veel verdriet en heel veel ellende op straat. Je ziet moederhonden die proberen ergens voedsel te halen. Overal in bosjes liggen puppies en gaan dood. De bevolking weet het ook niet meer, want die zeggen ook tegen mij... als ik zeg, wat ligt daar nou weer? Ja, wat moet ik met 9 puppies erbij? Wat kan ik doen? Waar moet ik ze brengen? Want de stichtingen die goed werk doen, hebben geen opvang meer. Kijk nou, dit is van vorige keer. Dat is die pup, toch? Die is alweer wat groter. Hé, jij moet nu snel genomen worden. Want als je groot bent, dan vinden mensen jou niet meer grappig. Als die eenmaal groot is en een beetje herderachtige uitstraling heeft... kan hij daar nog 10 jaar in de kooi zitten. Dan wordt hij niet geadopteerd. Weet je wat ik denk? Ja. Omdat ik naar Nederland ga, kan ik deze best meenemen. Ja. Kijk, en het wordt echt een grote hond. Dus die moet nu echt puppycursus en manieren leren. Mm-hmm. Zullen we het proberen? Ja, ik had eigenlijk geen hond mee. Ik heb je beloofd, omdat we gaan reizen. Ja, dan moet het maar, hè? Ja. Kom op, let's go, mooi. Even een kus. Toppetje. Ga je mee? Ga ik een huis voor je zoeken? Je doet triest, maar je bent echt gelukkig vandaag. Kom op. Kijk, kappertiltje op. Papa! Yes. Oké. Kijk eens, je nieuwe vriend. Dit is hem. Hoi. Nou, soms zeggen mensen tegen mij, ja, maar je bent maar een druppel op de gloeiende plaat. En dan denk ik, ja, ik ben in ieder geval die druppel. Weet je, al red ik er maar 1. 1 is altijd nog beter dan geen. We gaan nu naar de dierenarts. Weet je dat je wil spelen? Terug in Barcelona heeft Rosanna Pluto eerst naar de dierenarts gebracht voor een uitgebreid onderzoek. Pas dan mag de pup mee naar huis. Ik heb een heel leuk vriendje, die komt morgen hier naartoe. Je ruikt uit je mond, je ruikt uit je mond. Hey, Nino. Hey, lieverd. Hey, man, wat is goed? Ja, goed. Je raadt nooit waar ik net geweest ben. Oh, dat zijn de honden. Ja. Ja, de honden. Ik heb weer een hondje. Je hebt wel 1, dacht ik al. Ik zeg altijd, mam, ik vind alles goed als je maar geen hondengekkie wordt. Oh, God. Nou, als we een hond redden, dan hebben we in Nederland een soort netwerkje. En dat kan ook via social media van soort adoptieouders. Of jij alsjeblieft al wil kijken of er eventueel al mensen zijn die op zoek zijn naar een puppy. Ja, dan moet je me even foto's sturen, want dan zit ik helemaal vereenstaan. En dan kunnen we wel iets vinden. Ja, nee, doe ik ook.
Ja. Maar je moet dus, ik heb je ook nodig, want we krijgen echt superveel aanvragen. Omdat we toen naar buiten zijn gegaan ermee. Met het centrum. Of je wil zitten in live shows, late night, tijd voor Max. Het is niet mijn favoriete deel, dat weet je. Normaal ben ik helemaal niet happig op media. Maar ik heb wel een missie nu. En ik heb ze nodig. Inmiddels is Pluto bij Rosanna thuis. En het is van belang dat hij eerst rustig went voordat hij meegaat naar Nederland. Allereerst moet hij een beetje gerustgesteld worden. Die hond weet niet wat hij meemaakt. Die krijgt vaak voor het eerst liefde. Wat is dat, een knuffel? Wat is dat, liefde? Vaak til ik ze op, laat ze alles lopen. Of ze moeten een beetje overgeven. Dus ik heb altijd mijn schoonmaakdoekjes heb ik bij me. En dan na 2-3 dagen moet je het geduld geven en dan komt het wel goed. Om alle media te woord te staan over het Kluivert Dog Rescue Center vliegt Rosanna naar Nederland. Pluto is meegekomen en wordt tijdelijk ondergebracht bij een goede vriendin. Totdat ze een huis voor hem heeft gevonden. Hi, Maxie! Nee, lieverd. Ja, ik eerst, hè. Schat. Pluto brengt naar Saskia omdat Saskia al Kluifje heeft. En het heel belangrijk voor Pluto is dat hij met een andere hond eventjes zijn rol gaat bepalen. En die andere hond kan hem dan helpen in zijn leerproces. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Nee, maar echt te gek. Ros, wil je wat drinken? Nou, even kijken of ik nog tijd heb. Nee, nee, ik ga het niet redden. Oké. Okay. Ik heb een tv-optreden. Rosanna is een van mijn allerbeste vriendinnen. Al jarenlang. Toen Ros belde, kun je Pluto even tijdelijk opvangen. Toen dacht ik, ja, dat doe ik. We schuiven Pluto gewoon zo erbij en dat komt helemaal goed. Oh, zie je? Nou, het is al leuk. Doei, man. Zie je? Ik vind het allemaal gezellig hier. Oké, we bellen later. Rosanna verschijnt weer sinds lange tijd in de media, wat ze heel spannend vindt. Maar alles voor haar missie. Ze bespreekt met zoon Nino de mediatactiek. Het belangrijkste is dat ik dus dan ga zeggen, steriliseren. Want dat is het belangrijkste. Educatie. Educatie. Maar ik wil niet de bevolking of iets aanvallen. Dus maar... ik wil maar wel dat je goed met je dieren om moet gaan. Net als met het vuurwerk op het nieuwjaar. Ja. Soms ben ik bang dat ik te veel zeg in de media. Want ik ben gewoon een open boek. En die kinderen die zitten echt van... Oh, wat gaat ze doen? Nou, Humberto ken je en Humberto gaat het helemaal leiden. Dat gaat helemaal goed komen. Dat is het enige wat ik niet leuk vind. Al die, maar ja, dat moet dan, de publiciteit. Mijn moeder is een heel erg chaotisch persoon in de hoofd, vaak. Dus ik vind het heel belangrijk om haar te vertellen hoe ik te helpen en te adviseren in wat ze moet doen. Want ik ben wat rustiger. Nee, maar dat komt ook wel goed. Maar jij gaat mee. Eertje, die moet zo komen. Dan gaan we gewoon eventjes zoeken. Erika is mijn alles. Joehoe! Dat is mijn haarstylist, mijn masseur. Erika! De laatste tijd, ja, ik ben ook een dagje ouder, nachtblind. Dus dan zegt Eer, ik rij je wel daar naartoe. Dus ze doet eigenlijk van alles. Ze is mijn, mijn allesie. Heb je al gegeten? Hoezo zie ik wit? Nee. Nog net niet. Nee. Ik heb wel een beetje sushi. Oh, toch. Hi. Ja, daar is ze. Familie Kluivert is voor mij familie. Zij hebben mij zo goed opgevangen. Na mijn scheiding heb ik 3 maanden in huis gewoond. Het is, ja, liefde. Mijn bloeddruk is een beetje laag. Oh, even een beetje zout. Ja, misschien een beetje zout. Hoe lekker. Ze kan iets eten, want ze is vegan. Ja. Nou, wat dan? Er zit oosthebben. Oh, hier is met vis. Krap. Kijk eens, zalm. Ik probeer vegan. Vegan, ja. Dat is zonder vlees. Oh ja, de zalm is natuurlijk ook een dier. Maar je moet wel eten, man. Vis? Nee, daarom neem ik een beetje vis. En... worteltjes. Ja. Hoe lang heb je nog? Ja, hier. Hoe laat is het? 3 voor 8. Ah, nee. Ja, dat is om de opschieten nu. Ja, de grapjes. Echt niet. Lijkt, hè? Maar dan moet ik kwart over 8 weg. Ja, het is echt 3 voor 8. Luister, ik ga even gauw je haar doen. Serieus. Ga zitten. Ik merk dat ik gespannen ben als ik nog drukker ga worden. Kwart over moeten we weg. De basis zit er al in, dus ik hoef het alleen even een beetje bij te streven. Oh, wacht, wacht even, mama. Mam. Dan word ik steeds drukker. Ga ik met mijn handen praten, ga ik wiebelen, ga ik met zo doen. Nou, dan lijk ik maar helemaal een gekkie. Dit is even een beetje zo, ja, dat doen we daar verder. Ja? Oké? Okay? Ja, oké. Okay. Ik doe gewoon een spijkerbroek aan. Ja, oké. Okay. Je doet nu je kleding aan. Oké? Okay? Ik moet gewoon relaxed zijn. Moet ik je helpen? Nee, joh. Zo. Omdat wij zo chaotisch zijn met z'n allen, het is gewoon één bol energie, vergeten we dus dingen. Dus als we een afspraak hebben, dan praten we vaak te lang en dan komen we dus te laat op de volgende. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Wil jij rijden? Ja. Ja? Dat is goed. Nou, dat is toch enig dit? Ja, maar ik heb mijn... Ja, daarom. Ja, wij gaan nog wat dingetjes even doen, oké? Okay? Oké, okay, is goed.
Wacht even, voor camera's. Dit is achter. Oh, dit is ook weer hilar. Wacht even, we gaan even kijken wie naar achter gaan. Die hendel. Ja, druk eens op die. Ah, wat enig. Die rijden, kan je rijden. Okay. Oh ja, top. Ja. Nou, daar gaan we hoor. Maar zien ze trouwens als mijn knopen? Ja, die kan je oh, los. Die hoge broeken, Nino. Ik doe hem nu al los hoor. Nee, ik zou het gewoon los doen. Het komt goed. Maar vanavond komt het ook goed. Ja, jij ratelt, maar je moet gewoon even rusten. En Umberto gaat je helpen. Ja, maar ik hou van Umberto. Ja. Echt? Hey. Oh, dat is mijn broer. Ja, ik moet iemand anders bellen. George? Ik heb je geprobeerd te bellen, maar... Hallo? Hoor je me? Schreeuw, mam. Ik dacht dat je doof was. Dan weet je waar het over gaat. Je wordt gewoon zenuwachtig en eer van dit. Dat mama daar zit, word ik zenuwachtig. Je hebt geen controle, dat is het. Dat is het gewoon. Maar het komt ook allemaal goed. Het is maar een uurtje. Kijk maar, kijk vanavond. Vertel maar wat je ervan koopt. Maar dat komt goed. Als ze één keer bezig is, Nien, dan komt het goed. Neem de afslag en ga dan linksaf naar Gooiseweg. Ik merk gewoon dat als mijn moeder een optreden heeft in de media, dat ik gewoon ongelooflijk zenuwachtig word. Omdat we waarschijnlijk yin en yang zijn, voelt dat, gaat dat automatisch en laat ik het niet los. Heel lekker. Weer bij iedereen aan het... Speciaal voor jou. Schatje. Wat gezellig. Ja, zie je nooit zo buiten. Dan gaat u maar daar naar binnen. Dan dankjewel, ga ik dankjewel. Vertellen dat jij in de uitzending komt vanavond. Ja. Dankjewel. Ja. Nee. Dina. Wat is er met Dina? We moeten gaan steriliseren. En daarom hebben we dus dat stukje land. En daar wil ik dus iets op gaan bouwen. Maar dat kan ik niet alleen. Daar heb ik Nederland voor nodig. Maar ook Curaçao. Ik heb iedereen nodig. Volgende week in Rosanna Kluivert Animation zoekt ze nog meer de pers op om aandacht te vragen voor het Kluivert Dog Rescue Center. Gehaald. Ik heb het gehaald. Hoi, oh ja. Uit ook op één schoen. Assepoester. En roept ze ook hulp in van haar vrienden. Het is gewoon heel emotioneel. Het is, je ziet daar één bellen, daar één bellen. Iedereen die helpt.